Ze komen nog steeds niet uit in Nederland, maar wij vonden het de moeite waard om naar Duitsland af te reizen om naar de Pixel 4 toestellen te gaan kijken. We zijn dus nu op het Google hoofdkantoor van Duitsland in Berlijn. En de nadruk ligt natuurlijk weer op de software die de toestellen meestal fijn in gebruik maken en natuurlijk ook de camera fijn in gebruik maken. Wij konden al even met de toestellen aan de slag en we geven je onze eerste indruk. Om te beginnen waar de Pixels bekend om staan, de camera. De Pixels hebben voor het eerst twee camera's achterop en Google heeft gekozen voor een telelens en niet voor een ultragroothoek, zoals bijvoorbeeld de iPhone 11 en Galaxy S10e van Samsung. Google gebruikt hem voor zoomen en voor portretfoto's. Hij heeft een brandpunt van ongeveer 43 mm in 35 mm equivalent tegenover 27 mm van de primaire camera. Ongeveer 1,8 keer zoom dus. Die primaire camera lijkt zo goed als onveranderd, maar heeft een iets lichtsterkere lens. Een gave nieuwe camera feature is Dual Exposure. Daarmee kun je hooglichten en schaduwen lichter en donkerder maken en dat is in de praktijk handig en werkt goed. Ook nieuw is de Astro-modus waarmee je sterren op de foto kan zetten met een superlange sluitertijd. Het is wel jammer dat je niet meer onbeperkte opslag van foto's en video's op onbeperkte resolutie krijgt als je een nieuwe Pixel koopt. Aan de voorkant is ook iets nieuws te zien. De notch van de Pixel 3 XL is weg en in plaats daarvan zit er voorop een geavanceerd camerasysteem. Daaronder een infraroodcamera voor gezichtsontgrendeling zoals op iPhones en een radar. Die heet Soli en die zit er voor gebarenbesturing. Zo kun je over de telefoon heen zwaaien om hem te muten, zoals wanneer een wekker afgaat. Ook een liedje skippen is mogelijk en het werkt prima. Een andere upgrade is dat het scherm van de Pixels van 60 Hz naar 90 Hz gaat, zoals bijvoorbeeld bij de OnePlus 7T. Daardoor is de interface vloeiender en dat past wel bij de Pixels, die altijd al lekker snel aanvoelen door de combinatie van goede software en prima hardware. We zijn wel een beetje bang voor de accuduur, zeker met de kleinere Pixel 4. Een telefoon met een 2800 mAh accu en een 5,7 inch scherm is krap. De Galaxy S10e met 5,8 inch scherm heeft een 3100 mAh accu, om maar een populaire concurrent te noemen. En bij de 4 XL is het iets meer in verhouding met een 3700 mAh accu. Dat wordt interessant bij onze accutest. Er zijn ook nog wat andere dingen nieuw. Assistant moet sneller werken omdat de spraakverwerking en het uitvoeren van veel commando's op het apparaat zelf gebeurt. De gezichtsherkenning met infrarood werkt prima en snel, maar dan moet je wel de handige vingerafdrukscanner voor opgeven en dat is jammer. Wel krijg je natuurlijk bij deze Pixels ook weer 3 jaar lang upgrades en updates en dat is fijn. De nieuwe Pixel 4 toestellen gaan tegen de trend in, want ze zijn minimaal allemaal 50 euro goedkoper geworden. Dat is natuurlijk heel positief, maar veel hangt af van wat de camera kan. Want de nieuwe iPhones zijn een behoorlijke stap vooruit gegaan en ook Samsung en Huawei hebben flink aan de weg getimmerd dit jaar. We zijn dan ook nog een klein beetje gereserveerd in ons oordeel. Gebarenbesturing is natuurlijk handig soms, 90 Hz scherm is leuk, maar dat zijn allebei niet echt aankoopredenen wat ons betreft. En ook de accuduur, daar twijfelen we een klein beetje over, zeker bij de kleine Pixel. Toch zijn de Pixel telefoons in de praktijk juist hele fijne telefoons. En die praktijk zal dan ook moeten uitwijzen of deze telefoons echt de moeite waard zijn.